Zoveel brandweerauto's en brandweermensen bij elkaar in Veldhoven, dan moet er iets bijzonders aan de hand zijn. En Mark Meijer van de brandweer Veldhoven kan ons daar meer over vertellen. We hebben vandaag jeugdbrandweerwedstrijd in Veldhoven, de halve finale, landelijk. Waarbij verschillende jeugdkorpsen uit Nederland hier verschillende scenario's draaien om te kijken wie uiteindelijk de beste is. We hebben junioren, aspiranten lage druk en aspiranten hoge druk. De junioren is van 12 tot 15 jaar en de aspiranten zijn van 15 tot met 18 jaar. Dit zijn de junioren, de jongste leeftijdsgroep. De opdracht is om een brand bij een bedrijf te bestrijden. Vanuit de brandkraan aan de straat moet water aangevoerd worden. En natuurlijk mogen er geen knikken in de slang zitten. Slachtoffers redden komt op de eerste plaats. Binnen in het bedrijf kun je natuurlijk niet echt met water en vuur werken. In de straalpijp zitten lasers die op de brandhaard gericht moeten worden. Bij een brand kun je niet zomaar een trap oplopen. Treden tellen, stampen voor de stevigheid en bovenaan de vloer van de verdieping controleren. En ook boven wordt het vuur geblust. Veldhoven heeft zelf ook een jeugdbrandweer. Wij zijn helaas niet door naar de halve finale zoals deze zijn. Dus Veldhoven doet niet mee, maar we hebben wel hier in het voorlopend een andere wedstrijd gespeeld. Elk jaar worden er wedstrijden georganiseerd in het land voor de jeugdbrandweer. Waarbij je gewoon weer telkens nieuwe ploegen strijden tot het landskampioenschap. De junioren en de aspiranten lagerdrukken werken direct vanaf een ondergrondse of bovengrondse brandkraan naar het incident toe. Waar wordt op gelet? Nou, ze letten heel erg sowieso op veiligheid, dat wij op een veilige manier het pand betreden en de brand bestrijden. En daarnaast kijken ze van oké, hoe is de uitvoering? Is dat ook volgens de regels zoals ze dat geleerd worden? En uiteindelijk is snelheid ook wel een factor, maar het gaat meer om de kwaliteit dan om de snelheid. De aspiranten hoge druk werken met de brandweerauto. Bij het incident is een auto door een rolluik gereden en is binnen brand ontstaan. Met een proefshot wordt gecontroleerd of de straalpijp werkt. Binnen wordt in de buurt van de brand de deurprocedure gebruikt voor de eigen veiligheid. Ook hier worden geen waterstralen, maar laserstralen gebruikt om de brand te blussen. Als de brand geblust is en alle spullen weer zijn ingepakt, kan het team inrukken. Na afloop is de prijsuitreiking in de brandweerkazerne. En ja, dan is het al helder wie er gewonnen heeft. Eerste plaats, aspiranten laagdruk, Waardenburg. En dan is het logisch dat bij de junioren laagdruk gewonnen heeft Hogeveen. En dan eerste plaats, aspirant hoge druk, is dan vanzelfsprekend Ede. Ja!